En hoe komt dat nu dat die veelbeloofde bankenwetgeving eigenlijk is uitgedraaid op niets? In de webserie van Hoe durven ze gingen we naar die vraag op zoek. The European Bank Federation represents about 5,000 banks in Europe. Our members are the 27 national banking associations. It is not a secret that in the parliament we propose text amendments. But it's always the choice of the member of parliament to take this text or write something else. It's really up to them. We are not influencing, we are informing. It's a big difference. We should regulate, but we should not over-regulate. Banks are no longer in crisis. We have to turn that page now. I think we should have a pause on the regulatory side and look forward to the future. We moeten dus reguleren, maar niet te veel. En we moeten vooral op de pauzeknop van de regulering duwen. Dat gebeurt in Brussel rond het Europees Parlement. En de vraag is, gebeurt dat nu ook rond het federaal parlement? Een minister die het heel goed weet, Didier Reinders, en die zei, we moeten de banken toch niet te streng aanpakken, want dat is echt risicovol, zei onze vicepremier. En daar bleef het niet bij. Reinders zorgde er ook voor dat Alexia Bertrand in de werkgroep over de nieuwe bankenwet zou komen. Dus er werd een werkgroep in het parlement opgericht om die nieuwe bankenwet uit te tekenen. En een van de deelnemsters was Alexia Bertrand, of is nog steeds bij Alexia Bertrand. Zij is lid van de liberale MR, maar ook lid van de raad van bestuur van Akkermans en Van Haren. Dat is een investeringsgroep die zelf ook twee banken in de portefeuille heeft. Dus zoals de Standaard schreef, een bankier onderhandelt gewoon mee over de nieuwe bankenwet. Dat is niet ver weg dat dat gebeurt, dat is niet lang geleden dat dat gebeurt. En dat is hier bij ons dat dat gebeurt. Zo komt het dat de bankhervorming van deze regering wellicht ook de grootste mislukking van deze regering is. En dus het is tijd om echt linksomkeer te maken. Weg uit dat doodlopende straatje van privaat bankieren en speculeren. Weg van dat absurdistan, waar als het goed gaat, de lusten gaan en vloeien naar een handvol private aandeelhouders. En waar als het misloopt, de lasten dan moeten gedragen worden door de overheid. Onze samenleving, laat dat duidelijk zijn, kan geen tweede bankencrisis dragen. En dus moeten wij wel linksomkeer maken, moeten wij wel gaan naar een publieke bank versie 2.0. En dat is een nieuw bankmodel waar de overheid garant staat voor het spaargeld, waar geen hoge risicomarkten worden opgezocht en geen rommelkredieten worden opgekocht, waar de opbrengst terugvloeit naar de samenleving en waar eindelijk kan geïnvesteerd worden in de reële economie, in groene energie, in mobiliteit en huisvesting. En dat is het bankmodel waar wij als PvdA Plus voor staan.